Er komt geen onderzoek naar 5000 spermadonaties in het Rijnstatenziekenhuis. En dit tot grote teleurstelling van de donor en wensmoeder die de zaak aanspande. Goedenavond en verder opnieuw gesteggel over de komst van een randweg in Twello. De plaatselijke actiegroep is het na jaren discussiëren helemaal zat. En een flinke operatie in het Radboud UMC. Ruim 5500 medewerkers die krijgen een nieuwe outfit. Het draagt eigenlijk heel licht en ja, ik vind hem eigenlijk wel heel lekker zitten. Er is een grote uitslaande brand in twee naast elkaar gelegen schoolgebouwen in Loenen. Het gaat om panden van zorginstelling Modderkolk en de Democratische School. De dikke rookwolken zijn van een grote afstand te zien. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel waren er bij de uitbraak van de brand mensen in het pand. Zij konden op tijd naar buiten. De gehandicapte kinderen die er dagbesteding hadden, waren net vertrokken toen de brand uitbrak. Ze hebben er niets van meegekregen. Hun school is volledig verwoest. Het naastgelegen pand van de Democratische School raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Ja, zodra wij meer weten over deze brand, lees u dat op onze app en site. De teleurstelling is groot. Een spermadonor en wensmoeder wilde weten hoeveel kinderen uit zijn gedoneerde zaad zijn geboren. Om erachter te komen wilden ze 5000 dossiers van het Arnhemse Rijnstatenziekenhuis laten onderzoeken. Maar de rechtbank wees het verzoek vandaag af. Gebleken is dat met het zaad van de donor door het Rijnstatenziekenhuis tenminste 37 nakomelingen zijn verwekt. De richtlijn is 25. En de donor en wensmoeder zijn bang dat het er nog veel meer zijn dan het ziekenhuis toe wil geven. De wensmoeder wilde weten hoeveel halfbroertjes en halfzusjes haar kinderen mogelijk zouden hebben. Daarvoor eiste ze inzage in zo'n 5000 dossiers van het Rijnstatenziekenhuis. Nou wijst de rechter die claim uiteindelijk af. We hebben gebeld met de moeder, die reageert geschokt. Ze zegt dat blijkbaar tijd en geld belangrijker zijn dan de belangen van kinderen. De wensmoeder was te emotioneel om voor de microfoon te reageren. Ook de donor is erg teleurgesteld. Ze worden gesteund door Defense for Children. Die vindt ook dat de rechten van de kinderen worden geschonden door de uitspraak. Het laat zien hoe kwetsbaar de positie is van donorkinderen. Als er dingen misgaan in de kliniek waar zij zijn ontstaan, hebben zij bijzonder weinig middelen in handen om daar compensatie of gerechtigheid voor te vragen. En daar maken we ons zorgen om. Voor de rechtbank weegt het belang van privacy van de andere donoren en kinderen zwaarder dan het belang van de eisers. En het Rijnstaten is blij met die afweging. We hebben eerder natuurlijk al extern onderzoek gedaan om de donor gerust te stellen. Om zeker te zijn hoeveel nakomelingen er waren. Maar ook gezien de uitspraak willen we toch graag met de donor opnieuw in gesprek. En mevrouw opnieuw in gesprek om toch te kijken of we hun ongerustheid nog verder kunnen wegnemen. En om te kijken of we hun toch tegemoet kunnen komen in hun eisen. De eisers laten het er niet bij zitten. Ze onderzoeken nog welke verdere stappen mogelijk zijn. Defense for Children wil dat het maximum aantal van 25 donaties wordt teruggebracht om verwantschap te voorkomen. Inwoners van buurtschap Wold in Winterswijk hebben er jaren voor moeten strijden, maar nu heeft de gemeente een vergunning gegeven voor een telefoonmast. Bewoners van het Wold willen de mast graag omdat de slechte mobiele dekking in noodgevallen voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Noodnummer 112 is niet altijd te bereiken. Het is nog niet duidelijk wanneer de mast er precies komt en tegen de vergunning zou nog bezwaar kunnen worden gemaakt. Het is al jaren een hoofdpijndossier in de gemeente Voorst, de randweg in Twello. En veel mensen die zijn er tegen, maar het komt iedere keer weer op de politieke agenda. Vandaag wordt er over gesproken in de gemeenteraad. Oh, helemaal niet gemeten hier. Wat de consequenties zijn aan het aantal verkeer op de Molendwarsstraat. Het plan is zo ongelooflijk slecht gefundeerd. Actiegroep Geen Westelijke Randweg is het na jaren van discussie helemaal zat. Er is volgens hen totaal geen noodzaak voor een randweg. En toch ligt het voorstel er weer, nadat het al vaker is afgewezen. Er liggen wel enige cijfers aan de grondslag, maar er is enorm mee gegoocheld. We hebben zelf ook wat hulp ingeroepen van verkeerskundigen. En die zeggen dat we alle binnen alle normen blijven, nu al. En die norm gaat dan over de verkeersdrukte en veiligheid. Aspecten voor wethouder Hans van der Sleen om de randweg te willen. De weg met een tunnel onder het spoor moet voor minder verkeer zorgen in de Molenstraat. De Molendwarsstraat wordt op dit moment ingericht als 30 kilometer zone, maar wordt wel op de randweg aangesloten, met meer verkeer als gevolg.
De actievoerders komen veelal uit die molen Dwarsstraat. En dus is het de vraag of hun eigen belang ook niet een grote rol speelt. Het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat het niet zo is. Maar goed, als de gemeente een plan neer zou leggen waar de cijfers zouden kloppen. En het zou of een economisch of een verkeersveiligheidsvoordeel bieden voor het dorp. En de investering zou daarbij kloppen. Ja, dan zou ik me neerleggen bij het besluit van de Randweg, 100%. Volgens de actiegroep is de begroting van 15 miljoen euro veel te positief ingeschat. Terwijl het plan in 2013 nog werd afgeblazen vanwege de hoge kosten. Ze begrijpen wethouder Van der Sleen dan ook absoluut niet. Als hij zich verbaal uit over de Randweg, nou, dan komt er weinig zinnigs uit. Wij kunnen eigenlijk maar één ding invullen en dat is dat hij er zelf een strakke plassen van krijgt misschien. Ik weet het niet. Wethouder Van der Sleen was vandaag de hele dag in vergadering en niet voor commentaar bereikbaar. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over de Randweg. Als je patiënt in het Radboud UMC bent, kun je voortaan aan de kleur van de kleding zien met wie je te maken hebt. De nieuwe kledinglijn maakt volgens het ziekenhuis een beter onderscheid tussen de verschillende medewerkers. En de nieuwe outfits zijn ook nog eens duurzaam. Geen kinderachtige operatie. Ruim 5.500 medewerkers van het Radboud UMC die allemaal in het nieuw gestoken worden. Dan heb je het over meer dan 35.000 kledingstukken. Na 2 jaar voorbereiding duurt de uitgifte ervan ook nog maanden. In deze automaat hangen nu 4.000. Patiënten kunnen medewerkers van het ziekenhuis voortaan herkennen aan de kleuren van hun kleding. Voor mensen die werken bij het Amalia Kinderziekenhuis is die kleur natuurlijk oranje. Koninklijk, ja. De medewerkers liepen niet in totaal versleten kleding rond, maar de nieuwe dienstkleding is duurzamer, moderner en comfortabeler. Ja, hij zit helemaal goed. Ja, ja, ik vind hem eigenlijk wel heel lekker zitten. Het vorige model was recht en nu hebben we vrouwelijke uniformen gekregen, waardoor we er een stuk beter uitzien op de werkvloer. En, niet onbelangrijk. Ja, niet onbelangrijk. En zo'n kledingautomaat als op het werk ook thuis in eigen huis, dat lijkt de medewerkers wel wat. Kon dat maar zo, hè? Dat je het zo in de was kon gooien en dat het zo weer op een haakje weer in de automaat weer terug kon. Maar nee, hier gaat het wel zo, dus dat is echt ideaal. De 10.000 kilo oude dienstkleding gaat overigens niet zomaar in de kliko. Dat is niet duurzaam en zonde. Ja, dus daarom gooien we het ook niet weg. Zo krijgen de medewerkers allemaal een boodschappentas gemaakt van hun eigen oude kleding. Een tas van de jas was de uitspraak van een van onze collega's. En de vezels van die oude kleding worden ook verwerkt in het isolatiemateriaal voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Het zijn allemaal vezels waar je dus isolatiemateriaal van kunt maken. En die willen we daarin verwerken. Dus dan wordt het niet weggegooid. Van Nijmeegse student journalistiek tot nationale bekendheid. In plaats van achter de camera vonden ze het wel leuk om mij voor de camera te zetten. Zometeen op avontuur in Oeganda. Een 35-jarige man uit Reden moet 4 jaar de cel in voor mensenhandel, als het aan justitie ligt. Hij zou zijn vriendin verslaafd hebben gemaakt en jarenlang tot prostitutie en criminaliteit hebben gedwongen. De redenaar werd enkele jaren terug ook al eens vervolgd voor mensenhandel en de mishandeling van zijn vriendin. Maar toen werd hij niet veroordeeld. Destijds wilde zijn vriendin geen aangifte doen, maar nu is ze afgekikt en deed ze dat wel. En daarom kon justitie de man nog 1 keer voor de rechter slepen. Die doet over 2 weken uitspraak. De burgemeester van de gemeente Bunnik wordt de nieuwe directeur van de Graafschap. Hij is de opvolger van algemeen bestuurder Hans Veldhorst, die vanochtend zijn vertrek bekend maakte. De 48-jarige Ostendorp stopt per 1 september als burgemeester en is erg blij met zijn nieuwe baan. Hij wil graag iets betekenen voor de club die hij vanuit Bunnik nauwgezet is blijven volgen. Voor het eerst in haar carrière staat tennister Richelle Hogekamp in de top 100 op de wereldranglijst. Hogekamp bereikte op Roland Garros de 2e ronde en daarmee behaalde ze genoeg punten om precies de nummer 100 van de wereld te worden. Een droom die uitkomt, laat de Doetinchemse weten via Twitter. Deze week speelt de tennister weer in eigen land. En Hogekamp kreeg een wildcard voor het grastoernooi van Rosmalen. Met de gratis app van Omroep Gelderland bent u altijd snel op de hoogte van wat er bij u in de buurt gebeurt. Download hem nu. Komende zomer hoeft u niet naar het museum om kunst te zien. Al wandelend of fietsend langs de IJssel kunt u 26 kunstwerken gebruiken. Ze maken onderdeel uit van de eerste editie van de IJssel Biennale.
De IJssel is heel benaderbaar. Het is de kleinste van de grote rivieren. Er is binnenvaart op mogelijk, dus hij is dynamisch. Hij meandert prachtig door het landschap. De Stichting IJssel Biennale hoopt dat de mensen deze zomer komen genieten van de rivier en van de kunst. Want kunstenaars zijn druk bezig met het maken van kunstwerken op plekken langs de IJssel. In Zutphen gebruikt Bouke de rivier letterlijk in zijn kunstwerk Waagschaal. En op het moment dat je als persoon op dit vloertje gaat staan, dan gaat hij naar beneden. En dan gaat er een pomp aan. En die pompt dan water zo in deze gele kolom. En hij pompt dus water uit de IJssel. Dus ik sta dan ook in relatie tot een stukje IJssel. Even verderop in Olburgen maakt Jasper figuurlijk gebruik van de IJssel. Ja. Is jij erin, Jasper? Ik zat er wel in. Ja, het hoeft niet, denk ik. Jawel, hij moet naar boven toe. De vorm die deze structuur gaat hebben, is eigenlijk dezelfde kronkel als dat je hier ziet in die dode arm van de IJssel. En de bedoeling is dat je daar dan in kan klimmen. De kunstenaars zijn overal langs de IJssel druk bezig. Maar er is meer. Tentoonstellingen, theater en muziek. Dat leidt uiteindelijk tot een zomer met 115 activiteiten. Die dus naast die kunstroute en naast die tentoonstellingen in de musea georganiseerd worden. Op 23 juni wordt de IJssel Biennale officieel geopend in Doesburg. Ja. Het past allemaal. En dat was ook nog even de vraag of dat zou lukken. En dan is het kunstwerk van Jasper hopelijk klaar. Gaat helemaal goed. Van stagiair tot nationale tv-persoonlijkheid. Dat is in het kort het verhaal van Robin Josso uit Nijmegen. 22-jarige studenten journalistiek begon eind vorig jaar aan een stage bij de nationale tv-zender van Oeganda. Maar in plaats van achter de camera belanden ze ervoor. Robin Josso is even terug in Nederland om haar studie af te ronden. Maar het liefst gaat ze zo snel mogelijk weer terug naar de plek waar het 3 jaar geleden allemaal begon met een keuzevak ontwikkelingswerk. Ik was helemaal verliefd geworden op het land. En na een half jaar ben ik daar naartoe teruggegaan, heb ik daar gewerkt en gewoond voor een half jaar. Via een stichting om lokale projecten te ondersteunen, kwam ze terecht bij de Uganda Broadcasting Corporation, de nationale zender van het land. Dus toen Robin een stageplek zocht voor haar opleiding journalistiek, was de keuze snel gemaakt. Maar haar leraren moesten nog overtuigd worden. Ze zeiden van ja, het is wel gevaarlijk en persvrijheid is er niet helemaal. En hoe ga je dat dan doen? Dus het was nog wel een heel gedoe om mijn stage daar voor elkaar te krijgen. Maar na heel veel weken pushen en is het uiteindelijk wel gelukt en heb ik mijn stage voor elkaar gekregen. En die stage pakte heel anders uit dan verwacht. This may be Uganda's largest park. In plaats van achter de camera vonden ze het wel leuk om mij voor de camera te zetten. Een keer een blanke die presenteert, dat vonden ze wel heel erg leuk om te zien. Want een blanke in Oeganda is toch een beetje een bezienswaardigheid. Je wordt ook heel vaak nageroepen, Mzungu, dat betekent blanke eigenlijk. Dat is niet een scheldwoord trouwens, dat is gewoon meer van, hé, een blanke. Dus ja, het is wel bijzonder inderdaad om dat te zien. Misschien niet de meest voor de hand liggende plek voor een Nederlandse student is journalistiek. Maar volgens Robin de plek om het vak volledig te leren. Ik mocht gewoon alles doen wat een journalist van 40 jaar bijvoorbeeld nu ook doet. En een stagiair mag ook niet zomaar bij NMS, geloof ik. Dus, ja. En als wij een baan aanbieden bij TV Gelderland, ga je toch liever terug naar Oeganda? Ik denk het wel. Het weer dan nu met Margot Ribberink. Er lijkt wel een beetje een patroon in het weerbeeld te zitten. Na een aantal warme dagen valt er in de loop van de dag een bui. Gebeurde gisteravond ook. En daarna is het weer een stukje frisser. Vandaag vrij veel wolken, een enkel buitje en temperaturen van slechts 18 graden. Maar de komende dagen gaat die temperatuur weer omhoog. Bereikt een maximum op donderdag 26, 27 graden. En dan zal er wel weer een regen- of onweersbui gaan vallen. Een weerpatroon met hoge drukgebieden die telkens weer vanuit het zuidwesten over ons land schuiven. Daarna naar het oosten wegschuiven, waardoor de weg weer vrijkomt voor een zwakke storing met een lokale bui. Want veel valt er niet. De droogte blijft aanhouden in Gelderland. Vandaag een westelijke wind en aanvoer van wolkenvelden die toch aan het uitspreiden waren vanmiddag. Dus het was eventjes helemaal bewolkt. Viel ook een enkel buitje bij temperaturen van 18, 19 graden. Nou, ook vanavond en vannacht hebben we vrij veel wolken, maar vannacht zal het dan toch wel droog zijn. 12 graden is de minimumtemperatuur bij een afnemende wind.
Ook morgen is er wat minder wind dan vandaag. Matig uit een west- tot noordwestelijke richting. Blijft ook droog. Er is ook wat meer zon, maar er zijn wel stapelwolken. En de temperatuur komt al iets omhoog. 20, 21 graden. En dat zet zich door. Op woensdag 24, op donderdag 26 graden. Met misschien in de loop van de dag weer die enkele bui. En daarna is het weer wat minder warm op vrijdag en zaterdag. Met temperaturen van 21 graden. Dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en site gld.nl. En zometeen op tv gevlucht naar Gelderland met mijn collega André van der Zee. Ik wens u nog een fijne avond.